Vandaag heeft Domino's mij uitgedaagd om 24 uur te overleven op een onbewoond eiland. Ik ga hier een functie uit de Domino's app testen, namelijk de Order Anywhere tool. Hiermee kun je overal pizza's laten bezorgen met behulp van je GPS-locatie. Ik ga samen met mijn drie vrienden, Quinten, Paul en Mitch, testen of deze functie werkt op een heel bijzondere locatie, namelijk een onbewoond eiland. Oh ja, en aangezien ik Expeditie Robinson heb gedaan, denk ik niet dat ik het heel zwaar ga krijgen. Maar ik ben vooral benieuwd hoe mijn matties het gaan volhouden. Oh ja, trouwens, we moeten nog even één ding doen. Haal de telefoon eens uit je zak. Die moet je even aan Lars geven. Nee. Doe ze er maar in. Serieus, wij komen terug en de politie staat gewoon te wachten. Quinten, waar ben je? Quinten! De kapitein past op onze telefoon. Je komt ons morgen weer ophalen, ja, toch? Veel plezier. Mannen, ik heb wat meegenomen. We zijn voorbereid. Dit is een tas met alle nodige essentials. Waar een machete. Ik heb een hakbijl. Doe maar. Met plastic er nog omheen. Nice. Medekitje. Lamp. Want? Het wordt natuurlijk donker vanavond. Ja. Vuilniszakken. Want we vervuilen dit eiland niet! How dare you? Meel. Rijst. Gisteren ben ik al naar dit eiland gegaan. En heb ik drie schatten verstopt. Ze zijn ergens verspreid over dit prachtige onbewoonde eiland. En het is aan jullie om het te vinden. We zijn islanders. Wat is nu verstandig om te doen? Scouten. Een mooie plek scouten waar we vanavond kunnen slapen. It's a beautiful place. Dat is sick, ouwe. Yeah. What the? Wat is dat? Wacht. Wat is dit? Nee, mannen, luister. Dit is de knop. Als je het niet meer aan kan. Als je huilend naar huis wil. Als je loopt te schuimbekken. Als je paniekaanvallen krijgt. Dan kun je op deze knop drukken. En dan word je opgehaald. Maar dan ben je wel een pussy. Wil jij zo op internet? Hoe gaan we Domino's pizza bestellen? Hey. Drie keer raden wat er in de schat zit. Oké, wie stemt er om nu de schatten te gaan zoeken? Wie stemt er om nu te gaan zwemmen? Oh. We zijn inmiddels een uur op dit onbewoonde eiland. We hebben besloten om het maar als een soort vakantie te zien. Ik ga twijfelen of ik mijn onderbroek uit ga doen, want het is mijn enige onderbroek. Hey! Ja! Tantoe! Godverdomme! Kijk, het is dus wel echt een onbewoond eiland. Alleen, je kan dus gewoon hè, met je bootje hier even heen om te chillen. Maar niet iedereen blijft slapen. Iemand moet de schatten wel gaan zoeken. Okay. Er zijn drie stuks, drie guys. Iedereen gaat gewoon zoeken tot hij de ene heeft en komt niet terug. Power! Ik dacht, hey, hier is wat gras plat getrapt, maar zijn we nog niet geweest. Waar ligt het? Oh, hè? Oké, we hebben het eerste item. We zijn al ruim een uur aan het zoeken. Het is niet makkelijk. What is this? Hey jongens, ik heb een schat gevonden! Telefoon. Hey! Het is niet zomaar een telefoon. Dit is de telefoon waarmee we ons pizzaatje gaan bestellen vanavond. Hij heeft het weer hoor, Quinten. Wat de? Tenten en een kist. Beter zijn de tenten. Self-inflating mat sleeping. Hey, maar nu kunnen we officieel het kamp op gaan zetten, dames en heren. We hebben tenten, we hebben sleeping mats. We hebben, wat hebben we nog meer? Bananen. Time to set up camp. Motherfuckers. Er wordt hout gespleten. We gaan een tripod maken. Godverdorie. Dan denken jullie allemaal. Oh, tripod, vet voor je camera op te zetten. Zet je deze zo even hier zo. Maken we deze aan elkaar vast. Hangen we hier een touwtje aan. Hier vuurtje. Pannetje. Ongekend. Huts. Hoppa. We zijn lekker bezig, al zeg ik het zelf. Paul is lekker met zijn vuurprojectje bezig. Mitch is wat hout aan het hakken. Ja, Quinten doet helemaal niks. Probeer gewoon ook te bedenken wat er zou gedaan kunnen worden. Paul, kijk achter je. Wat? Hij is gewoon dingen aan het doen. Quint is gewoon iets aan het... Mooi, yo. Ik heb alle schatten gevonden. What up? Wat is er? Zo'n fles. Normaal gesproken zou ik dit hier neerleggen. Maar ik heb geen idee wat dit is. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Uitbek. Ik zweer het. Heb jij dit gedaan? Een fles gevonden. What the fuck? Wat is dit? September 1753. Beste vinden. Vol... Jezus, probeer jij het. De hoop die klomp. En zo stopten wij met praten. Gregorius Kork. Ik snap er helemaal niks van. Nou, hier kunnen we verder niks mee. Maar het is wel vet dat we dit hebben. Het is gevonden. Wel vet. Ja, helaas. Wij stranden. Maar je hebt het niet gedropt hier. Ik zweer het aan mijn moeder. Wij stranden. In de tussentijd hebben Paul en Mitch denk ik toch wel het meest comfortabele bankje ooit in elkaar gezet. Mannen. Ga eens lekker met z'n tweeën opzetten, jongens. Ja? Laten zien dat het even kan. Ja, wat een talent. Dit is heel knap. Ik kan niet wachten om te gaan zitten, jongen. Ah. Zo. God. Nee, dit is gewoon wel hoe je het wil hebben.
Domino's heeft me uitgedaagd omdat ze beweren dat ze overal pizza's bezorgen. Dus dat gaan we vandaag testen door middel van de app. De Order Anywhere tool zit op mij te wachten. Meestal bestel ik gewoon een meatlovers pizza. Die vind ik altijd fucking lekker. Alleen ik wil nu, zag ik dat ze ook broodjes hadden. Hier, er staat ook maar één app op deze telefoon. Bezorgen, even kijken. Hier, bestel waar je wilt. GPS. Ja, hier, Order Anywhere. Dit is ons eiland. Hier zijn we. Het pinnetje zetten we gewoon waar we op de boot zijn gestapt. Dit is aan de kust. Dus dit is gewoon nog op het vasteland. Hier zetten we gewoon neer. Zo, boom. En dan zet ik qua extra details dat er daar een boot staat. Want ik heb een boot gefixt. Die wacht op de bezorger. En dan moet die bezorger in die boot stappen. Keihard. En dan moet hij hier naartoe varen. En dan kunnen wij gewoon pizza... En dan kunnen wij gewoon pizza chappen. Ja, ik wil pepperoni. Perfect vol. Pepperoni. Ja, medium, medium. Wat heb jij nou? Een hot sandwich barbecue chicken. Okay. Ik zei het toch, die hebben ze. Ja, moet het weten. En wat neem jij? Ik neem de Pizza American Supreme Meat Lover. Ja, ik ga er gewoon voor. Hier, boom. Wat wil jij? Spicy chicken. Ja, doe deze maar. Lekker. Toevoegen. We hebben de bestelling afgerond. We gaan kijken en wachten totdat de bezorger hier komt op het bootje. Wat ik van tevoren gefixt heb voor hem. En hoop ik dat we een heerlijke pizza kunnen eten hier al. Kork, weet ik veel. Kurk. Ik check die kurk, maar ik wil hem openmaken. Maar toen brak die. Dit nog wat in de kurk! Tweede brief. Ik weet dat jullie allemaal denken dat ik dit gedaan heb, maar ik heb dit serieus niet gedaan. Staarden wij nu elkaar aan als wilde honden met onze glazen nog in de handen. In het midden onze laatste schat. Glazen, glazen. Waar heb je die gevonden? Dan moeten we daar kijken. Terwijl wij op de pizza's aan het wachten zijn, zijn we gewoon beland in een soort gekke schatzoekerij of zo. Hier. Ja. Wat? Hier, hier moet deze? Het zijn. Waar lag deze? Die lag daar. Wacht. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Jongens. Oh! Hè? Oké, er moet nog één zijn. Daar. Daar. Wat? Daar. Waar? Daar. What the fuck? Nee. Nog gewoon meer in het zand. Ja, oké. Okay. Wat? Het was hem gewoon al. Ik vind het zo vet, joh. Maar wij vinden gewoon iemand anders zijn schat gewoon, man. Ja, ik weet het ook niet. Ja, een soort fucking van diefstal. Oh, shit. Oké, even gezien. Het is met dit dingetje. Ja. Die zit in de weg, of die zit in de weg. Het scharnier zit hier. Dus... Ha, maar opeens, hè? Oh. Kijk. Wow. Er moet een sleutel in. Zo, dat gaat lastig, jongen. Doe hem eraf. Oh, wacht. Oh ja, kijk hier. En dit is een dingetje. Okay, jongens. Oh! Het zijn allemaal tantoerare woorden. I-U-S. Ja, sowieso. Gregorius Kork. Quinten Pol. Hey, wacht. Is dat... Wacht even. Volgens mij is het pizza de boys. Nee, nu al? Tantoe snel. Ja toch, dat is hem toch? Hallo? Hallo. Ja? Is dit het? Komt u de pizza's brengen? Ik kom zeker de pizza's brengen. Hij komt! Yeah! Wat dacht jij? Ik moet op een boot stappen en ik zie wel waar ik eindig. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, echt bizar. Waar willen jullie het hebben? Ja, gewoon hier in ons keukentje. Het is wel echt de mooiste keuken die ik ooit heb gezien. Ja, dit is prachtig, hè? Hier. We hebben gewoon pizza's besteld op een onbewoond eiland en ze zijn ook nog eens bezorgd. Oh, het is warm! Ja, is het warm het nog? Is ja, het is echt warm. Is het gewoon echt lekker? Ja, lekker. Dit is die, deze is voor jou, Paul. Ja, lekker. Die zal voor Missy zijn. Oh, lekker. Ja, onwijs bedankt voor de pizza. Wij gaan even lekker eten. Ja, jij succes met je volgende bestelling. Dankjewel. Daar gaat hij weer. Lorenzo, de pizzabezorger. Bezorgt gewoon even een pizzaatje op een onbewoond eiland. Doet hij gewoon. Serieus gezegd dat hij niet meer warm was, maar hij is echt warm. Noem nog een rare plek waar je normaal gesproken waar pizza's niet bezorgd kunnen worden. Maar bij Eiffeltoren. Nee. Op een windmolen. Ja. Een grot in Limburg. Je kan dus gewoon door de GPS-tracker gebruiken in de Order Anywhere tool. Kun je een plek selecteren waar je dus je pizza laat bezorgen. Je hebt niet eens een huisnummer toe te voegen. Je kan gewoon die plek selecteren, daar naartoe en het lukt. En dat laat me ook nadenken op wat voor bijzondere plekken zou je nog meer pizza kunnen bestellen. Laat het me even weten in de reacties. Ik ben benieuwd. Beautiful. We hebben wat ontdekt. Dit is een soort kruiswoord. Nou, hier achterop staat een rare taal en je moet alle letters, zeg maar 7 letters, terug doen. We hebben een verhaal. Wat moet een man met een schat zonder te delen? Jullie ware schat ligt daar waar jullie mij ontmoeten. Hier hebben we hem voor het eerst ontmoet. Is dat ietsjes? Wat is hij? Ja. Wat dit? Kijk dan! Hopelijk drijft deze schat jou niet tot waanzin. En brengt deze jullie enkel dichter bij elkaar. Ik bouw de fucking treasure! Oeh! Dit is rum. Ja, piraten! Yeah. Oh! Hey. Proost. Proost! Treasure Squad! Oh! Even!
Zij beginnen ineens te lachen. Zeg het dan, wat is het? Die, wij hebben die, die brieven en zo. Maar echt? Echt verdacht. Echt waar? Echt, oh man. We zijn hier gisteren de hele teringdag mee bezig geweest. Echt? Ja. Wat is dit? Luister, we zijn gisteren naar een speciale papierwinkel geweest. Hebben we papieren gekocht. Ik heb al die shit geburnt, die hele fles geburnt. We hebben ons gewoon keihard gevoeld. De zon gaat onder. Het wordt donker, dat betekent maar één ding. Vuur! Ik moet even iets meer vonkjes, ja. Wat op het moment dat wij dit aan het doen zijn, is er ook een andere YouTuber dit ook aan het doen. 24 uur overleven op een onbewoond eiland. Dus iemand anders ook dan? Letterlijk. Dit eiland? Niet dit eiland, maar wel een eiland. Echt? Letterlijk dit. Ik dacht, ik ga hem even bellen. Kijken hoe het ervoor staat. Yo. Ja? Mooi, hè? Hoe kan het dat wij gewoon op dezelfde dag hetzelfde video-idee hebben? Ja, dat is wel heel ziek. Ik wilde dit dus eigenlijk 2 dagen geleden doen, maar toen mislukte het. En we zijn het ook gewoon beide aan het doen, maar jullie op een iets kleiner eiland. Dus wij chillen hem hier gewoon net iets harder. De avond is aangebroken, dames en heren. We hebben besloten om het bos in te gaan. Yo, waar is Mitch? Mitch! Yo, what the fuck is Mitch? Mitch! Mitch! Ik ben even gegaan. We zijn Mitch kwijt. Mitch is weg. Een lampje? Hé, maar er ligt een lampje op de grond. Mitch. 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 Ik probeer een scheet te laten. Maar... Touch ground. Oh no. I got to keep on moving. Kun je hem wel trusten? Wel trusten. Hé, wel trusten, man. Hé, wel trusten. Oh, wel trusten, maat. Wel trusten. Vol. Nee. Kelvin. Kijk, we zijn vroeg wakker geworden. Het is belangrijk dat je goed ontbijt. Ben je klaar om het bramen te zoeken? Ik heb echt zin om die bramen. Ik heb zo lekker zo... Oké, op expeditie, dames en heren. Mijn gevoel zegt dat hier de bramen moeten zijn. Wow, de zoektocht was niet voor niets. Kijk hier. Wat zijn ze? Nou, ik vind het mooi geweest. Ja, ik ben ook een beetje klaar. Een prachtige verzameling bramen. We hebben niet één braam, we hebben niet twee bramen. Hele emmer. We hebben kouloveel bramen. Vandaag maken we lekkere bananenpannenkoek. Het enige wat je nodig hebt is water, banaan en meel. Wordt heerlijk. Nice. Van via de rand. Yeah! Hopelijk smaakt. Mm. More like a fucked up dinner. Oh. Mm. Oké, we moeten ongeveer nog een uur hier zitten, maar het begint ineens te regenen. Terwijl we de tenten allemaal hebben afgebroken, dus wijze les. Breek die hele tent af! Of als het echt moet. Hey! Blijf eraf, vriend. Het fucking regent. Nee, blijf van die knop af. Je gaat er niet kwijt, we hoeven nog maar een uur. Hoe boeien? Als je nu op die knop drukt, dan stel je ons allemaal teleur. Dit hoort er ook bij, weet je. Regen, slecht weer, slechte weersomstandigheden. Oké, netjes. Ik ben droog. Droog. Ga hier een uur onder blijven staan. You don't know me. Volgende boot. Wat, Doc? Ja. 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 We made it, boys. We're safe. Yes, here we go. Goed, wil jij nou ook kans maken op een gratis pizza op een droomlocatie? Bijvoorbeeld in een luchtballon of op de middenstip van een voetbalstadion of op het circuit van Zandvoort? Domino's gaat het mogelijk maken. Heel simpel om mee te doen, check de eerste link in de beschrijving. Klik erop, kies een van de droomlocaties, laat je gegevens achter. En wie weet win jij wel die prijs. Wij gaan naar huis, dankjewel. Joep! Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!